Mensen van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Subnautica. Ik bevind mij hier in mijn basis en ook nu heb ik weer wat extra dingen gevonden. Ik heb namelijk een batterijoplader gemaakt, dus als ze plat zijn kan ik ze gewoon insteken. Het marcheert op zonne-energie, dus dat zal wel oneindig doorgaan. En ik heb zoiets gemaakt voor de C-mod. Ik heb dus ondervonden waar ik al die upgrades kan maken. Maar ik heb dus nog wat extra dingen gevonden, mensen, en dat gaan we dus doen. De missie van vandaag is natuurlijk ook het exopak te maken. Ik blijf doorgaan tot ik het heb. Dus we gaan even instappen. En natuurlijk hebben we nog altijd Robijn te vinden. Dus ja, dat wordt ook voor vandaag de missie. En in het grote schip heb ik nog een kamer gemist. En daar blijkt nog iets belangrijks te liggen. Dus daar gaan we eerst naartoe. Dus tot daar. A few moments later. Oh mensen. Daar zwemt toch een Reaper. Ik moet daar godverdomme naar binnen. Ja kijk mensen, we zijn aangekomen en hier hebben we nog zo'n deur die ik niet open krijg. Het is namelijk zo'n deur met een code. Maar het is niet deze, het was een andere. Het was die van de kapitein. Daar. Ik dacht uiteindelijk, ik krijg ze niet open, dus uiteindelijk dacht ik, die deur zal wel van grenkel belang zijn, maar nee. Ik moet er dus naartoe. Ja. Allee, zelfs op weg naar het schip voel ik me niet veilig meer. Er zit dus ook al een Reaper rond te zwemmen in deze wateren. Allee, moet ik eruit? Oh, hopelijk valt er geen vuurbal op mij. Oké, mensen, we zijn aangekomen en daar moesten we zijn. Ik heb deze deur buiten de video al geunlockt, dus het moest dus nog. We gaan eerst hier eens naar binnen. Die game zegt ook niet, hè, als je iets gemist hebt, hè, dus. Dat is vervelend. Dat is moeilijk. Wat? Hè? Wat? Wat? Hola. Hè? Een pop? Maar ja, we hebben dingen scannen natuurlijk. Draaistoel, die had ik volgens mij al. Oh nee, toch niet. Twee persoonsbed, wel nice, alleen. Ik pijs niet dat ik die kan neerzetten. Ook niet in mijn onderwaterbuis, er is ook wel geen plaats in, pijs ik. Hoe is dit? Een baseballbed. Ach, wat water. Een verbanddoos. Een boeken. Boekendingen ze. Ja, zoveel meubels kun je er vinden natuurlijk. Oké, dan is het nu tijd voor. Oké, passen, want misschien elektrocuteer ik mijn eigen. Kijk, deze kamer, dat van de kapitein. Ik heb gewoon een knuffel meegenomen. Verspilling van mijn pluts en een pet. Ik zal maar wat drinken. Oké, we zoeken nu even de code, want die moet hier ergens tussen staan. En ja hoor, hier is hem. 2679. En hij is geunlocked, mensen. Binnen aangekomen. We hebben nog een PDA. Een poster van de Aurora. Ja, mag altijd. En. Oh, een miniatuur van de Aurora. Ook wel mooi. En dan. Dit was de reden waarvoor we moesten komen. Let's go. De raket.
De ontsnappingsraket. Hij zal hier nu ergens moeten tussen staan. Ja. Zinneker! Ik kan hem gewoon nog maken vandaag. Titaniumstaaf, computership en lood. Dat zijn drie dingen die nog saval te vinden zijn. En de raket zelf dan? Maar ik puist niet dat het daarmee gedaan is. Ik heb nu wel de raket gelokt en zo, maar ik puist niet dat de game al gedaan is. Daarvoor is het. Dan ben ik er veel te gemakkelijk vanaf. Dus ik puist dat het nog een stuk extremer en moeilijker gaat worden. Maar ja, volgens mij is het nu wel, zijn we nu al klaar. Hè? Ja, er is een deur die helemaal niet open gaat. Het enige wat ik me nu nog afvraag is die ene deur. Die ene deur met die code, die moet ik toch ook nog open krijgen, normaal? Oké. We gaan daar naartoe. Hij ligt in het westen. Ja, ik moet nog een kilometer varen, maar... Hij ligt maar op zo'n diepte van bekant 200 meter, dat gaat nog. Verder heb ik ooit eens gezegd dat ik dacht dat er meerdere eilanden waren op deze Subnautica. En dat is ook het geval. Dus naar beide eilanden gaan we vandaag varen. De ene, daar schijnt een achtergelaten basis te zijn. Dus als het aan mij ligt, is er ooit iemand anders neergekomen. En die heeft die basis gemaakt en is daarna overleden. En ik moet die basis dan vinden. Die basis heeft dan onder water gelegen. En ja, nu is dan met het eiland omhoog gekomen. Oh, is het nog ver? Nee, het is niet ver meer. Ik weet wat dat is met mij, maar ik heb gewoon nooit vertrouwen in iets. Ik vertrouw niks. Ik weet dat er gevaarlijke beesten te vinden zijn hier, dus dan vertrouw ik helemaal niks. Oké, aangekomen. Oké. Kust is veilig, geloof ik. Dus we kunnen rap eens gaan zien. Daar zit een gat van boven. Oké, achtergelaten PDA. Zal er nog iets zijn? Ja, dat scannen gaat dus niet. Ligt hier niks op de grond of zo? Zo'n paars ding of zo? Nee. Ah, er is wel zoiets. Oké, dan zal ik zeggen: terug. Ja, eilanden die zijn blijkbaar heel makkelijk te vinden. Om te beginnen gaan we naar daar, daar kan ik het makkelijk vinden. Eilanden zijn eigenlijk gewoon dikke wolken. Die op de zee liggen, dus niet in de hoogte liggen. En ja, dat is eigenlijk gewoon om het eiland niet van ver te kunnen zien. Anders zou het makkelijk te vinden zijn, maar blijkbaar zijn er nog twee eilanden te vinden. Ah, eiland gespot. Oké, we parkeren ons hier. Oké, hopelijk zijn die ook niet van die klote beesten. Nou, het wordt wel weer nacht. Dat is ook weer typisch, hè. Oh, hier is... Hier hebben we een gezellig meertje. Ah, daar ligt iets. Oké. Yeah, let's go. Oh, dit is geen meer. Dit is gewoon... Dat is gewoon weer de zee. Achtergelaten PDA weer. Dat ding had ik dus verwacht, hè, dat hier ging liggen. Die andere onderwaterbasis van... Dat zal nog op een ander eiland te vinden zijn. Ah, nee. Kijk eens mensen,
Dit is dus wat ik zei. Maar ik u. Jongen, ik heb een gloeimes, hè. Huh? Zie een keer, een onderwaterbasis die iemand vroeger had. Nog een. Oh. Ah, ja. Ik kon ook zo'n basis maken, maar daarvoor moet ik eerst deze basis gevonden hebben. Ja, nu kan ik zo'n basis maken. Moest die ook eens kunnen, natuurlijk. Wat hebben we hier? Schijnwerper. Nice deze man, dat hier ooit iemand heeft geleefd. Maar als ik daarnaar kijk, heb ik het gevoel dat hij al dood is. Er zijn hier nog meerdere basissen. Daar ligt er nog een. Of is het wel een basis? We gaan helemaal naar boven, man. Ja, dat is nog een basis. Dus we gaan hier nog wat dingen vinden. Oh, prachtig uitzicht. Wat hebben we daar? Ik zie allemaal mist over het water heen. Zie een keer wat een uitzicht. Wauw. Dit eiland, hè, die heeft waarschijnlijk ooit onder het water gelegen. En nu is het... Wat hebben we hier nog te vinden? Standaard plantenbak, die hadden we denk ik al. Hadden jullie die er juist niet gescand? Nice, ik wil hier blijven wonen. Nee. Dat is hier... Nee, ik heb het. Hier hebben we nog een PDA. Nice, man. Oké, hier hebben we nog iets. Hier zullen we waarschijnlijk nog een PDA vinden. Een doos met water. Nice. Allemaal planten, hoe is hier aangeraakt? De persoon die hier heeft geluifd, was serieus creatief, hè? Oké. Ah, hier is nog een PDA. Prachtig uitzicht, mensen. In de top van de toren. Het hoogste punt van het eiland. Zie een keer, wow, een prachtige wereld. Allee, onder water is het een stuk minder vredevol. Maar oké, we gaan nu... Als hier niks anders meer ligt... Ik hoop het niet, want ik heb geen goesting om 1000 keer terug te komen. We hebben hier 3 basissen gevonden van... Mensen die vroeger geleefd hebben, die waarschijnlijk al overleden zijn. En daar ligt mijn Simon, is het. Dan gaan we die kant op. Oké, we zijn weer beneden. Oké, hier hebben we toch wel geweldige dingen gevonden. Oké, de dingen die hieronder zijn, die zijn een stuk angstaanjagender. En nu moesten we weer naar daar. Het zuidwesten ongeveer. Voorbij. En ja, dan komen we weer daar waar ik dus Robijn moet vinden. Oh jongens, dit is zo lastig. Maar het wordt weer nacht. Maar op deze punt moest ik ongeveer helemaal naar beneden. Ja, en ik zie het direct. Dit is inderdaad waar we moeten zijn ongeveer, maar waar ga ik Robijn vinden? Hier zijn natuurlijk ook van die inktvissen die hun eigen teleporteren. Ja. Robijn is rood. Ja.
Ja, eindelijk. Eindelijk, mensen. We hebben Robijn. En nu? Oké, we zullen maar drinken. Oké, ik heb nu alles om aerogel te maken, maar ik moet voor het exopak nog één robijn vinden, maar ik verwacht toch wel dat dat hier in de buurt ergens zal liggen. Ah, yes. Mensen, het is tijd. Het is tijd voor het exopak. Ik zie jullie daar. Ondertussen ga ik nog wat zien of ik hier nog iets anders kan vinden. Nog extra robuim of zo. Mensen, wat is dit? Ik heb jullie het gevonden. Uranietkristal. Wat heb ik hiervan gekregen? Ik heb er terug aangekomen en blijkbaar in, als je zo'n wrak ziet, moet je daar ook altijd in kijken. Hè? Dat is echt alles. Wow. Echt alles moet je hier gezien hebben. Oké, ik kan die terug opladen. Dus. Weer nieuwe dingen gelokt. Adamantineglas. 6 titanium. Schijnwerper. Ja, dat soort dingen. Nog wat andere rare loots. Maar mensen. We gaan even alles bijeenrapen voor het exopak. We zullen hem hier maken. Oké, hij moet even naar boven. Oké, mensen, tijd voor het exopak. Eindelijk. Oh, zie een keer. Dat kan ik er ook maken. Dat gaan we ook doen, man. Het moet gewoon. Maar exopak, here we come. Daar komt hij. Het exopak. Oké, rap naar beneden, man, want die gaat wel zinken. Ah, nee. Wat gebeurt er nu? Ah, nee, hij zinkt niet helemaal. Oh, man, het exopak. Oei. Ah. Ah, ik kan er wel mee de lucht in. Hè? En ik kan er wel mee slagen. Maar ja, als upgrade, hè. Met die torpedowormen kan ik iets rapper kapot maken. Maar waar is dit dan voor? Zie, ik kan er toch nu al mee vliegen? Of kan ik daar rapper mee vliegen? Dat kan ook. Maar ja, we zullen zien. Nu. En het exopak kan 900 meter diep, dat is handig. Wacht, ik ga het exopak ga ik hier zetten, man. Maar er moet wel even de Seamoth weg. Het exopak ziet dan een keer hoe nice. Ik heb er al jaren van gedroomd met een poster net in mijn bed en nu heb ik hem toch echt. Ja, het exopak is wel cool. Maar torpedowormen kunnen we in de volgende aflevering fixen. Ja! Ja!
We kunnen hem hier zetten. En we kunnen dus ook het exopak upgraden. Met dingen zijn hier. Hè. En dat soort dingen. Kijk, dat zijn die dingen waar ik niks van snap. Polyaniline. Ik had gehoopt dat ik op de Duiland iets ging vinden waarmee ik dat kon maken. Maar precies niet. Ja, hier hebben we dus ook Nicolas voor nodig. En Robijn heb ik ook niet genoeg meer. Maar ja, dat ga ik wel fixen voor de volgende video. Maar nu, voor we de video afsluiten, ja, dat kan ik ook voor buiten opname fixen. Dat allemaal titanium en zo. Dat is redelijk grap gefixt. Dus we gaan nog. We gaan nog. Waar staat het? We gaan dit maken. 20 titaniums vinden, maar ja. Allee, vinden. Ik heb er nog een paar, pijs ik. 4 lood, computership. A few moments later. Oké, tafelkraal. Yes. We kunnen ook gewoon direct dat maken. A few moments later. Computership. En als het goed is, zijn we nu klaar. Ja, wij kunnen het maken. Ik ga even koffie. Lichten uit. En let's go. Die zetten we gaan die wel ergens anders zetten. Dat dek ergens waar er plaats genoeg is. We pakken het droogdoek even. Oké, en dan zoeken we een plaatsje. We zullen dat hier zetten, zo'n beetje. Oké, we zullen het hier zetten. Oké, en dan gaan we weer bouwen. Het lounge platform. Wow. Amai, dat is groot. Zie ze doen, hè. Oh my! Ja, mensen. Ik heb er de volste vertrouwen in dat wij hier weg raken. Amai, dat duurt nogal. Daar is hij. Amai. Maakt er nogal wat uit. Wow, een raketplatform, holy shit. Mensen, deze video was zeker vooruitgang. Oh, zie een keer. Dat is ook zo moeilijk niet, dus dat kan ik ook direct bouwen. Wat is het, een Neptune? Gantry. Ja, geen idee wat het is, maar ook dat kan ik tegen de volgende video fixen. Ik weet niet wat het is, misschien... is dat zo'n raket dingen ze? Ja, het zou wel met raketten maken hebben. Dus ja mensen. Dit was zeker een geslaagde video. We hebben van alles gevonden. We hebben de raket gevonden in het schip. We hebben dit gemaakt. We hebben het op het eiland... verlaten basis gevonden. We hebben het exopak. Is dat een eiland daar? Volgens mij wel. Maar ja, ik ga hier eindigen, mensen. Dus dit was de video, mensen. Like, abonneer en ciao.